De maximale straf, 26 jaar en 8 maanden cel voor Jawed S. De man die uit woede om de cartoonwedstrijd van Geert Wilders vorige zomer 2 Amerikaanse toeristen neerstak op het Centraal Station. De 20-jarige Afghaan kocht een mes, nam op 31 augustus vorig jaar de trein naar Amsterdam Centraal en stak daar 2 willekeurige reizigers neer. Naast zijn straf moet hij ook bijna 3 miljoen euro schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. Ja, dan gaan we naar Mark Schrader bij de rechtbank in Osdorp. De straf valt hoger uit dan de eis. Hoe komt de rechtbank tot deze straf? Nou, de rechtbank is eigenlijk heel helder en zegt dat de maatschappij maximaal beschermd moet worden tegen deze Jawed S. Ja, en dan kom je voor dus 2-voudige poging tot moord met een terroristisch oogmerk en 3 keer de bedreiging van politiemensen tot zo'n hoge straf. Dat is de maximale straf die je voor die delicten kan opleggen in Nederland. Het Openbaar Ministerie had wel iets lager geëist, maar de rechtbank wil hier ook een duidelijk signaal mee maken, want er is sprake van een terreuraanslag. Jawed S. heeft geprobeerd de Nederlandse bevolking vrees aan te jagen. En heeft geprobeerd om de overheid te dwingen op te treden tegen Geert Wilders, die een cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed had uitgeschreven. Nou, al met al maakt dat dus dat de rechtbank komt dus tot zo'n hoge straf. Luister maar even mee wat de persrechter daar verder over zegt. Hoe erg die feiten zijn, dat geeft al aan dat er een hoge straf moet worden opgelegd. Maar deze man heeft op geen enkele manier spijt betuigd. Sterker nog, hij roept: ik zou het zo weer doen. Nou, als je dan constateert dat TBS niet mogelijk is, zegt de rechtbank, dan moeten we in ieder geval de maatschappij maximaal beschermen tegen deze man. Ja, ik had gehoopt dat de rechtbank toch ook een beetje rekening zou houden met de mogelijkheid dat mijn cliënt de uitlatingen die hij heeft gedaan, dat toch ook een beetje jeugdige bravoure is geweest. Hij heeft natuurlijk gezegd dat als deze situatie zich weer zou voordoen, dat hij het dan zo weer zou doen. Het is natuurlijk de vraag of dat allemaal letterlijk moet worden genomen. Ik heb geen jeugdige bravoure gezien. Ik heb een fanaticus gezien. Die toevallig ook nog jeugdig was. Maar nee, ik zou dat absoluut niet goed willen praten. Nee. Onze maatschappij moet tegen deze man beschermd worden. Kunt u zich wel voorstellen dat de rechtbank dit misschien niet als jeugdige bravoure ziet, maar als iemand die heel erg gevaarlijk is? Ik kan me wel voorstellen. Ik begrijp wel dat de rechtbank tot dit oordeel komt. Alleen een andere lijn was ook mogelijk geweest. De rechtbank had ook wel rekening kunnen houden met de factoren die ik noem. En dat heeft de rechtbank niet gedaan. De rechtbank heeft hem aan zijn woorden gehouden. Er kan geen TBS worden opgelegd. Waarom niet? Dan moet er sprake zijn van een psychische stoornis. Deskundigen hebben geprobeerd hem te onderzoeken, maar daar wilden die maar gedeeltelijk aan meewerken. En komen tot de conclusie dat het niet vast te stellen is dat hij echt een psychische stoornis heeft. De rechtbank heeft daar zelf ook goed naar gekeken en komt tot diezelfde conclusie. Ja, en dan voldoe je niet aan de wettelijke voorwaarden, dus dan kan je ook geen TBS opleggen. Ja, Mark, een forse celstraf dus, maar de rechter kende ook een flinke schadevergoeding toe. Ja, klopt. Jawed S. moet bijna 3 miljoen euro betalen aan schadevergoeding aan zowel de Amerikaanse slachtoffers en hun familieleden als aan de betrokken politiemensen. Dat klinkt als een heel hoog bedrag. Dat is het ook, maar dat is niet uniek in Nederland. Dat soort bedragen worden vaker toegekend. Nu is het alleen wel zo dat Jawed S. dit zelf natuurlijk nooit kan betalen. En dat betekent dat de belastingbetaler in Nederland dat zal doen. De Nederlandse staat die zal daarvoor opdraaien. Die zal een vooruitbetaling doen, een voorschot gaan betalen aan de slachtoffers. En dan gaan ze proberen die schadevergoedingen te verhalen op de dader. Dat gaat zeer waarschijnlijk natuurlijk nooit gebeuren. En dat betekent dat hij een jaar extra gevangenisstraf zou krijgen. Ja, Mark, heb jij ook nog betrokkenen bij deze zaak kunnen spreken vandaag? Ja, ik sprak na afloop van de zitting even met de advocaat van Amerikaanse slachtoffers. Die waren er vandaag niet bij aanwezig. Hij heeft wel contact met ze gehad. Zij zijn wel tevreden met het vonnis en ze hopen vooral eigenlijk dat er geen hoger beroep komt. Dat weten we nog niet of dat er zal komen of niet. Dat is natuurlijk ook aan de verdachte. Daar heeft hij 2 weken de tijd nog voor. Ik heb vlak voor de uitzending wel nog even gesproken met een van de betrokken politiemensen. Degene die Jawed S. ook heeft neergeschoten op het Centraal Station. Die zat vandaag ook in de zaal en die zei dat ze alle 3
wel even een momentje hebben gehad na afloop met elkaar over hebben gehad. En dat ze eigenlijk heel erg blij zijn met dit vonnis. Opgelucht ook. Vooral ook vanwege het feit dat de rechtbank een punt maakt dat de politiemensen zelf ook zijn bedreigd. En dus niet alleen gaat voor die tweevoudige poging tot moord van Amerikanen. Ja, zoals politiemensen ook alweer zijn, ze zeggen we kunnen nu ook afsluiten en weer door met ons werk. Dankjewel, Mark Schrader.